Met Nijsweer onder vuur om dansje, niet gefilmd mogen worden. Hoge bomen vangen veel wind. En dat ondervindt nu ook wat SD-ster Jenna Ortega aan den lijve. Een van de meest geliefde momenten uit de Netflix-serie gaat namelijk opnieuw viral. En wel om de verkeerde redenen. De nieuwe Reboot-reeks een gigantische hit is, kunnen we bijna een understatement noemen. Het huidige paradepaardje van Netflix breekt alle records en het lijkt wel alsof Jan Allemoen en je grootmoeder Wednesday gezien hebben. En ook al heb je de serie nog niet in één ruk uitgekeken, dan is de kans alsnog groot dat je deze scène al voorbij hebt zien komen op social media. Allo is gelijk aan accelerometer, autoplay, clipboard draait, encrypted media, gyroscopen, picture in picture allo fullscreen iframe. Prachtige, gechoreografeerde dansbasjes op een lekkere schijf en een visuele streling voor het oog. Geen wonder dat deze Wednesday-scène viral ging. Maar waardoor komt Jenna Ortega nu alsnog in een negatief daglicht te staan? Waar gaat de heisa over? De bal ging rollen na een recent interview van de Wednesday-actrice met de toonaangevende popcultuurwebsite NME. Toen Jenna Ortega gevraagd werd hoe de opnames van de inmiddels beruchte dansscène verliepen, kwam de aap uit de mouw. Het was verschrikkelijk, omdat ik net corona had opgelopen. Die ochtend voelde het alsof ik was aangereden door een auto en dat er een kleine kabouter mijn keel en slokdarm kapot aan het krabben was. Tussen de opnames door kreeg ik medicijnen omdat we nog wachten op het resultaat. Maar achteraf bleek de ster van Wednesday wel corona te hebben. Met andere woorden werden de opnames niet hermetisch afgesloten of stilgelegd toen bleek dat de centrale figuur van de serie een destijds nog gevaarlijk virus in haar bloedstroom had. De scène is opgenomen in 2021, toen er nog strikte voorwaarden golden op filmsets. Volgens MGM, de studio die de Netflix-hit geproduceerd heeft, werden alle COVID-maatregelen strikt gevolgd en zodra de positieve test was bevestigd, moest Jenna Ortega de set verlaten. Maar op social media komen MGM en Netflix er niet zo gemakkelijk van af. Kelijg, at K.I.K. Fox, data december 6. 2022. De ab over the line crew could for possibly disable it or kill it so mione for their irresponsibility. V. At her reis violet, data december 6, 2022. Comma at television, data december 4, 2022. Veel fans vinden het niet kunnen dat de opnames van Wednesday voorrang kregen op de gezondheid en veiligheid van Ortega en haar collega's. Maar wanneer het over centen gaat, Hollywood gon naar Hollywood en Netflix gon naar Netflix.